Mijn naam is Marco Bijtje en ik heb 3 jaar zonder fiets geleefd sinds ik hier in Rotterdam Noord woont. En een tijdje geleden, vorig jaar, heeft mijn vader zijn Batavus fiets aan mij verkocht voor 1 euro. Toen gingen we die banden verwisselen. En ergens in dat proces was mij niet helemaal goed gelukt om, want je hebt een binnenste en een buitenste band, om dat goed te doen. Dus er ging heel veel tijd voorbij dat ik niet kon fietsen. Ik zeg het je, meer dan 3 jaar zonder fiets, ook al heb ik nu bijna 1 jaar een fiets en Anastasia ook. En gisteren wilde zij skileren. En toen zei ik heb er helemaal geen zin in, want ik weet nog toen ik de laatste keer viel. Ik zou het wel durven hoor. En toen zei ik, schat, ik ga gewoon lopend. Toen zei ze, nee, ik wil op skilers. Nou, we haalden de fiets, we gingen ze allebei oppompen. En het bleek dat de banden ook niet gewoon goed genoeg meer waren. Dus ik helemaal boos zeg, schat, hoe heb ik het laten gebeuren dat we hier eigenlijk al meer dan 3 jaar wonen zonder gebruik te kunnen maken van een fiets? Dat kan toch niet als iemand die in Holland woont? Dan moet je toch gewoon kunnen fietsen? En dus eigenlijk met een beetje boosheid op mezelf zei ik, ga wel wandelen. Ik zeg, ik ga wel hardlopen als het moet. En begon te skileren en ze had zo'n checkscooter gevonden. En ze zei, ik ga hem pakken voor ons. Ik zeg, nee, en ik liep gewoon door. Want ik wilde mezelf eigenlijk soort van straffen. Van nu ga je maar lopen, omdat jij als man niet eens, ik woon nu meer dan 3 jaar samen, fietsen kon hebben gefixt in de tussentijd. Dat is hoe ik soms heel boos naar mezelf doe. Ik zei gewoon die checkscooter pakken, haalde me in. En met skilers erop, ik weet niet of dat handig is om te doen, gingen we 19 km per uur rijden, terwijl er 45 km per uur op stond. Hij kon gewoon niet harder, dus misschien was het wel goed. Gingen we richting Kralingse Bos, hadden we een leuke tijd. En ik zeg, schat, ik vind het niet leuk dat ik dat zo heb toegestaan. Dus vandaag ben ik naar de fietsmaker gegaan. Want ik vroeg 4 vrouwen die bij elkaar zaten, buurvrouwen, van is er hier fietsmaker in de buurt? En toen zei ze, ja, daar op de hoek. Dacht ik, oh ja, ik ben er naartoe gegaan. Hij zegt, 132 euro om je binnenste en buitenste band voor beide banden te fixen. En ik zeg, deal. En er was niks anders aan de hand met de fiets dan dat de banden gewoon niet goed genoeg waren. Want er gingen ze op pompen en op het moment dat ik erop ging zitten met mijn 95 kilo, gingen ze ook weer inzakken. En dit verhaal gaat voor mij over, het was zo simpel om het op te lossen. Hier op de hoek zag ik die fietsmaker. Ik was hem bijna alweer vergeten. Maar... En ik reed er zo vaak langs. En wat in mij blokkeerde me om mijn fiets niet te gaan fixen. Weet je hoe leuk het is om hier in de buurt, in Rotterdam-Noord, in Omhoort, niet constant met de auto naar de supermarkt te moeten. Of naar het Kralingse Bos met de auto te moeten. Maar weet je hoe dichtbij wij ook bij het Kralingse Bos wonen? Dat is toch gewoon heel leuk. En er waren ook heel veel mensen toen we gisteren waren. Ik ging handstand oefenen. Anastasia ging dingen schrijven. Ik ging ook een beetje een boek lezen van Salah Rahimi. Salah Rahimi is een bekende asielzoeker die nu succesvol ondernemer is geworden. Multimiljonair. Ik heb ook een videopodcast met hem staan trouwens. Misschien heb je die gezien. Dus dat was heel chill om trouwens in het bos even een boek te lezen. Dat doe ik normaal gesproken niet. Ik zei in een van mijn vlogs dat ik het zou doen. Dus dat lukt me. 15 pagina's. En soms is het goed denk ik om op jezelf boos te worden. Even peper in je reet te douwen, als dat een Nederlands gezegde is. Mijn opa in Bosnië zei altijd zout op de staart zetten. Dat is iets heel anders. En dan gewoon met pit erin, gewoon even van ik ben ontevreden over wie ik ben op dit gedeelte. Het uitstellen van mijn fiets fixen, zodat je het gaat fixen. Is het voor jou in je leven voor iets tijd om boos om over te worden, zodat je het ook eens gaat fixen? Want misschien is het makkelijker dan je denkt.